Leuk dat je kijkt naar mijn TED-talk die ik in opdracht van Hogeschool VIA heb opgenomen om te vertellen hoe mijn persoonlijke ontwikkeling is tijdens de minor palliatieve zorg. Wie ben ik? Ik ben Marije Jonker, ik ben 22 jaar jong. Ik woon in Ermelo bij mijn ouders en ik ben 2 jaar geleden afgestudeerd als mbo-verpleegkundige en daarna meteen doorgegaan naar de studie hbo-verpleegkundige omdat ik het leren eigenlijk nog te leuk vind. Wie ben ik als verpleegkundige? Ik denk dat ik wel een nieuwsgierige verpleegkundige ben, maar dat ik wel eerst even de kat uit de boom moet kijken voordat ik mijn mening geef. Ik ben rustig, geduldig en ik kan ook heel goed luisteren, vind ik zelf. Ik ben van mening dat dat heel belangrijk is bij de palliatieve zorg. Omdat je juist een luisterend oor wil bieden aan de mensen in het laatste stukje van hun leven. Waardoor je juist de mensen en behoeften het beste kunt ontdekken van die mensen en het beste zorg kunt leveren. Wat hield de minor palliatieve zorg in? We gingen elke woensdag naar school waar we les kregen over van alles en nog wat, alles wat er omheen komt kijken bij palliatieve zorg. En 2 dagen in de week ging ik met een medestudent naar Hasselt. Daar hadden we een praktijkplek in de thuiszorg. En daar gingen we onderzoek doen naar hoe we hun kwaliteit van zorg en vooral palliatieve zorg konden verbeteren. Hun liepen vooral tegen een stukje gesprekstechnieken aan. En wij hebben daar voor hun een kletspot gemaakt, zodat het stukje praten over palliatieve zorg, dus het laatste jaar van iemands leven, makkelijker werd. Hier zitten 36 vragen in die van alles vragen aan een cliënt. Het kan over wat geeft jou nog hoop, wie mag beslissen als je het zelf niet meer kan. Heeft u nog een bucketlist? Dat soort dingen komen hier allemaal in voor. En door deze vragen te beantwoorden, kan je het wensen en behoeften blad invullen. Deze heeft vragen erop staan die ook in de kletspot voorkomen. Maar dan meer abstract. Waardoor je een mooie lijst hebt en krijgt. En daardoor duidelijk weet wat de wensen en behoeften zijn van de cliënt. Hiermee konden ze aan de slag. En wij hebben bij 2 cliënten uitgetest. En het is heel leuk om te zien dat cliënten hierdoor makkelijker praten over het laatste stukje zorg. En dat ze het ook wel een leuke interactieve manier vonden om te doen. Wie ben ik nou eigenlijk als palliatieve zorg aandachtsvelder? Ik denk dat ik iemand ben die aandacht heeft voor iemand in zijn eentje, maar ook voor het hele netwerk. Iemand die te horen krijgt dat hij nog maar een jaar leeft, is natuurlijk best wel verdrietig. Maar familie en vrienden en dat soort mensen hebben er natuurlijk ook mee te maken. En het is belangrijk om daar ook aandacht voor te hebben. Ik denk dat ik ook heel erg veel aandacht heb voor het stukje spirituele zorg. Vooral omdat ik zelf ook gelovig ben, vind ik het belangrijk om dit mee te nemen in het laatste stukje zorg. Mensen hebben daar vaak heel snel behoefte aan. En ik denk dat het daarom belangrijk is om daar ook voldoende aandacht voor te hebben. Ook vind ik het belangrijk dat de kwaliteit van zorg zo goed mogelijk wordt geleverd. Hierdoor ervaart een cliënt dat er goed voor hem gezorgd wordt. En ervaart hij waarschijnlijk ook meer rust, minder stress. En zou het laatste stukje van het leven veel fijner verlopen en fijner zijn, denk ik, voor een cliënt. Wat heb ik bereikt in deze minor? Ik heb denk ik vooral mezelf leren, of mezelf geleerd om makkelijker te praten over het stukje palliatieve zorg. Het is natuurlijk best een beladen onderwerp, maar door erover te praten merk je dat eigenlijk mensen het best wel heel erg fijn vinden om erover te praten. En dat viel me eigenlijk best wel op, dat ik dacht van wow, oké, het is dus helemaal niet erg om moeilijke vragen te stellen aan mensen. Misschien krijgen ze er geen antwoord op, maar ze denken er wel over na. En dat zijn juist goede dingen om de zorg van, om de kwaliteit van palliatieve zorg te kunnen verbeteren. Ik wil nog wel leren dat om te bekijken hoe je
nou bijvoorbeeld zo'n kletspot of andere dingen zoals proactief zorgplanning, wat we allemaal geleerd hebben tijdens deze minor, hoe je dat nou het beste kunt toe gaan passen in de praktijk. Nu zijn we nog aan het studeren, maar straks ben je afgestudeerd en wil je dat stukje waar je in gespecialiseerd hebt deze 20 weken juist meenemen en ergens toepassen. En daar wil ik me nog wel gaan in ontwikkelen en dat ik dat wel blijf gaan doen en dat ik me daarin ga verdiepen hoe ik dat het beste kan doen op mijn plek waar ik later kom te werken. Ook vond ik het lastig om collega's op de praktijkplek enthousiast te maken om dit onderwerp. Sommige mensen vinden het nog een lastig onderwerp en hebben zoiets van, het hoeft niet, dat komt allemaal wel goed, we zien wel hoe het loopt. Maar juist over praten zorgt ervoor dat de kwaliteit van zorg dus zo erg verbeterd wordt. Waardoor het best wel lastig is als je mede-collega's hebt die er het wegduwen, maar jezelf er graag wil zijn voor die mensen en het stukje zorg juist wil bieden. Ik denk dat daar voor mij nog wel een leerervaring in zit. Hoe kan ik mijn collega's enthousiast maken over dit stukje onderwerp? Ik denk dat ik zo alles een beetje heb verteld over mijn persoonlijke ontwikkeling en hoe het was om deze minor te volgen. Het was allemaal super interessant en super leerzaam. Ik heb zeker wel geleerd dat het best belangrijk is dus om erover te praten. Hoe moeilijk het soms ook is. En ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is en dat ik hiermee mijn TED Talk wil beëindigen. Dankjewel voor het luisteren en wie weet kun je er iets mee. Oké, dankjewel. Doei.